Hoi, ik ben Marco en met mijn collega's van KAW zijn we vandaag in Vinkhuizen. We vragen de mensen op straat wat ze ervan vinden dat een huis binnenkort van het gas af moet. Kijk met ons mee. Als mijn woning van het gas afgaat, dan ben ik niet van plan om als burger daar 1 cent voor te betalen. 0,0. Laat de overheid dat maar doen, die heeft geld zat. Waar denkt u aan zonder aardgas? Ongelooflijk veel elektriciteitsgebruik. Dat weet ik niet, maar er zal een oplossing voor komen. Ja. En dat zien we dan wel. En dan ja, gaat het allemaal elektrisch waarschijnlijk. Als ik dat in één keer zou moeten doen, want ik ben natuurlijk al jaren gewend. Maar er zit een keer aan te komen, dus ja, dan alles wendt. Maar leuk zou ik het nog niet vinden. Als ik denk aan wonen zonder aardgas, denk ik dat het op dit moment niet mogelijk is. Er zijn gewoon geen goede alternatieven, helaas. Dus ik denk dat dat gewoon eerst verder ontwikkeld moet gaan worden voordat we echt zonder kunnen. Ja, wij vinden het jammer dat het gas weggaat, maar ook wel weer goed. Het is duurzamer en ja, het is beter voor het milieu, daar zijn we wel blij mee. En minder aardbevingen in Groningen, dat was wat te zeggen. Dan denk ik aan aardwarmte, zonnecollectoren, ja, kernenergie waarschijnlijk. Nou, dat vind ik wel, het is wel belangrijk voor de toekomst, voor onze kinderen, dat die huizen duurzaam zijn. En dan moeten we niet maar, alleen maar kijken naar het financieel gebied, maar ook, iedereen moet er wel genieten voor dezelfde wereld. Ik denk eraan dat ik een hele grote verandering vind en dat het mij allemaal veel te snel gaat. En dan hoop ik ook nog dat het oplevert wat ze denken dat het op gaat leveren, want daar twijfel ik ook een beetje aan. Zonnecollectoren, windenergie is er natuurlijk ook nog. Ja, en er zijn misschien nog wel veel meer vormen van energie, maar dat zal allemaal in een technisch stadium zijn, denk ik. Nou, ik vind het wel iets goeds, want het is beter voor het milieu op deze manier. En ik vind wel dat iedereen wel een steentje bij moet dragen, hoe klein het ook is. Het maakt wel een groot impact als meerdere mensen het doen. Ook al wordt mijn eigen huis van het aardigste afgehaald, ik heb er wel voor over, zeg maar. Ik heb dus ook een nieuw huis gekocht wat nog gebouwd moet worden. En dan ga je toch aan de makelaar vragen van, is er aardgas of is het al op elektriciteit of warmtepomp gebaseerd? Ik zie het zelf nog niet zo snel gaan gebeuren dat heel Nederland overgaat op warmtepompen. Van aardgas is denk ik iets heel goeds en ook iets wat nodig is. Maar er moet wel iets anders voor in de plek komen wat onze economie hoog gaat houden. Want we hebben een best van hoge welvaartsstandaard. Wij willen graag handje de voorste zijn als land. Nou ja, ik woon al sinds officieel februari vorig jaar in een huis zonder aardgas. Wij zijn van gas overgestapt op een warmtepomp. Van lucht naar warm water. En ja, onze ervaringen zijn gewoon top. Ja, we zullen er een keer vanaf moeten van de aardgas. Maar hoe dat in ons geval zou moeten, ik zou het niet weten. Het is een beetje moeilijk, denk ik.